deze nieuwe vlog. Je meid is vanochtend naar de gym geweest. Heeft lekker wat collegetjes meegetypt. Heeft zich even in de plamuur gezet. En ja, het is Valentijnsdag. Dus ik dacht, tof mezelf even op. Nee, grapje. Ik ben loser. Maar ik heb een keer mascara op voor de verandering. Ik dacht, leuk, hè? Als je toch gaat uit eten, is het misschien wel gezellig om te zien. Dus ik wens jullie allemaal vandaag een hele fijne Valentijnsdag. En ik neem jullie lekker mee op die van mij. Want ik ga vrij weinig uitvoeren. Ik ga mijn moeder straks naar werk brengen. Dat is mijn hond. Ik ga mijn moeder straks naar werk brengen. En dan ga ik even naar de stad. Ja, dat ga ik doen. Want ik heb geen zin in studie vandaag. Even studie afwijkend gedrag. En ik vind het helemaal best. Ik zit dus heel erg te twijfelen wat ik van deze oorbel vind. Oeh, mijn highlighter. Oeh, niet goed geblend. Maar ik weet niet of ik het leuk vind of wat ik het raar vind. Wat vinden we hiervan, jongens? Wat? Hoe zit je? Oh, volgens mij is het uit. Ik heb ook weer wat. Ik wist dus niet dat je ramendinges die zo gaan, dat die ook gewoon aan blijven staan als je auto niet aan hebt, zeg maar. Stik veel. Maar ik ga nu mijn moeder wegbrengen en dan ga ik naar de stad. Ik heb lekker mijn smoothietje achterin. Kom ik natuurlijk van me langs als er even niet bij, maar het idee is leuk. Dus ga ik zo even pakken als ik ergens kan stoppen. Goedemorgen. We zijn onderweg vanaf huis richting de sportschool. Maar het is echt nog donker en het regent. Het is 6:15, helemaal bal. Maar ja. He, je ziet me ook niet. Oké, er is ook geen hond op straat. Want het is echt vies weer. Van het weer dat je denkt van, ik blijf lekker thuis vannacht. Mij niet bellen. Maar mij dus wel bellen, want ik ga straks naar de uni. En daarom moet ik dan zo vroeg naar de sportschool, want anders red ik het gewoon niet. Ik moet nog even douchen en dan omkleden, eten pakken. En voor mij moet ik dus nu de hele dag op de uni blijven. Omdat we dus alles weer online, of hoe heet het, weer fysiek hebben. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar ja, daar heb je dus ook niet veel aan als je het niet zeker weet. Dus ik probeer daar straks even achter te komen. Maar ja, verder heb ik dus vanavond een etentje. Een familiedineetje. We komen even met de fam bij elkaar. Vind, maar ik doe even mijn haar eroverheen. Ik had dus vandaag ineens random een simulatiepatiënt, want er was iemand uitgevallen en die had dat voorbereid, dus ik had het niet voorbereid. En niemand wilde, dus het was echt zo'n awkward silence. En ik ben dan wel die persoon die dat wil opvullen, dat ik zeg, ik ga wel. Dus ik slecht nu eens gesprek gevoerd, non-Hodgkin lymfoom. Dat is dus een lymfeklierkanker, wat ik moest gaan vertellen aan die patiënt, onvoorbereid. Nou, stressen, maar het ging dus echt best wel goed. En toen kreeg ik allemaal feedback en die vond het allemaal helemaal leuk en helemaal goed gegaan. En blablabla. Nou, helemaal leuk was het natuurlijk niet, maar helemaal goed. En toen was op een gegeven moment de simulatiepatiënt, die mocht dan vertellen wat hij ervan vond. En toen zei hij, dokter Shannon. En toen kreeg ik al helemaal de kriebels. Toen dacht ik, En toen zei hij, ja, dokter Shannon, als jij dit zo doet onvoorbereid, wil ik niet weten hoe jij het voorbereid doet. En toen dacht ik, oh wat leuk. Ik zei, ja, dit is zo'n fijn gesprek. En hij was helemaal enthousiast. Het was echt prachtig. Ik dacht echt, ja, hiervoor doe je het. De patiënt krijgt een vreselijke diagnose, maar gaat toch met een enigszins oké gevoel naar huis. Voor in hoeverre je dat natuurlijk kan veroorzaken als arts. Maar je hebt dus blijkbaar best wel een groot onderdeel daarin. Dus ik vond het heel mooi dat ik dat dus goed had gedaan. En toen kwam ik dus terug. Helemaal een beetje, ja, ik was nog een beetje blij en zo. In die tram. Een beetje la la la. Toen ging ik fietsen. En toen was er zo'n vrouwtje voor me. En die kwam eigenlijk niet vooruit. Maar ik had natuurlijk niet door dat als je wat ouder bent, dat het sowieso zwaar is om tegen de wind in te trappen. Dus ik dacht, nou,
gaat het wel goed? Straks valt ze om. Ze ging zeg maar zo traag dat je gewoon om kan vallen, weet je wel? Dan bam. Nou, dat had zij dus een beetje. Dus ik dacht, nou, iedereen ging er maar langs. Ik denk, hier moeten we toch wat mee? Hallo, ik ben net Dr. Shannon genoemd. Dus ik ga Dr. Shannon zijn. Ik zou dus een beetje rustig naast fietsen. Ook bijna omvallend natuurlijk op dat tempo. Ik zeg, gaat het mevrouw? Toen keek ze al een beetje geschrokken van, die praat tegen mij. Toen zei ze, ja hoor, gaat goed. Toen zei ik, oké, goed zo, fijne dag. En volgens mij was die mevrouw toch een beetje aan het processen dat er iemand net tegen had gepraat. Dus ik fietste gewoon verder, want ik dacht, nou, het gaat goed. Ja, ik kan verder ook niet iets doen als er niks aan de hand is. En toen hoorde ik in de verte, jij ook een fijne dag. Toen dacht ik, oh, geriatrie roept mij. Zo schattig. Ik vond het heel cute. Dat wilde ik even vertellen. Gezellig met mijn meekalo gaat volgen. Heb jij er zin in, vrouw? Zij gaat gezellig meedoen. Dat vindt ze leuk. Oh. Ja, ze houdt van mij. Is toch lief dit? Ik ben bezig, mam. Etentje was gisteren echt hartstikke gezellig. Maar die storm... Ik werd gek vannacht van die storm. Ik dacht echt dat mijn huis weg zou waaien. Maar dat was gelukkig niet. En die werd ook gek van de storm. Die ging zitten blaffen. Ook niet heel grappig. Maar ja. Hè? We hebben het weer overleefd. Vandaag echt een hele drukke dag. Want ik ga nu straks naar de uni. En dan heb ik spreekkamergesprek. Weer een slecht nieuwsgesprek. Ik doe dit bijna elke dag. Ik word er bijna goed in, zou je denken. En mijn patiënt heeft een hersentumor. Dus dat moet ik dan gaan vertellen. En mijn patiënt heeft epilepsie. Dus een van die twee moet ik dan gaan de uitslag van gaan geven. En ik heb daarna practicum. En dan moet ik mondholte gaan bijtelen. Ook leuk. En dan heb ik nog een... hoorcollege en dan zit ik dus tot 6:15 op school. Dan ga ik om 9:00 naar CrossFit. En dan hou ik het voor gezien, denk ik. Oh, mijn licht gaat uit. Gezellig. Ik moet mezelf dus helemaal omhoog pompen, omdat ik natuurlijk een miniatuur ben. Anders zie ik niks. Oeh, koud in de waggie. Ik ga onderweg naar CrossFit. En het is bijna 8:30. Nou, het is 8:30 geweest. Lekker Shannon. En ik ga nu nog crossfitten met Anne. En ik zei al, het is echt waardeloos. Want ik slaap, ik ga naar de uni, ik eet, ik slaap... Oh, en dan, nee, grapje, ik sport, ik word wakker. Nee, ik ga... Lekker pre-workout genomen, schat. Ik word wakker, ik ga sporten, ik ga naar de uni, eten. Ik ging ook wel eten natuurlijk voordat na dat sporten, maar dan nog meer eten, uni eten. Dan ga ik sporten en dan weer slapen en dan weer sporten. Nou jongens, het moet niet gekker worden. Helemaal fit girl deze meid. Je ziet me niet, vind ik heel jammer. Ik weet dus ook niet of het illegaal is om met zo'n lampje aan te rijden. Nou, ik hou het maar even kort en ik zie jullie wel als ik ga crossfitten. Wij zien mensen jumping jacks doen. Wij willen niet meer naar binnen. We willen naar huis. Oké, we gaan het doen. Okay. Jongens, ik had gisteren CrossFit. Ik vond het zo amazing. Ik vond het echt heel leuk. Ik was ook gewoon in shock. Want ik dacht van ja, we moesten zo'n overhead squat doen. Dus dan moest je gewoon de barbel zeg maar gewoon zo pakken. En dan moest je zo... Ik vond het gewoon amazing. En daarna moesten we parcoursjes doen, moesten we rennen. En dan moest je burpees doen. En dan moest je zeg maar zo'n squatje zo... Nou, vond ik ook leuk. Hier even de schade van de storm bekijken. En ja, daar kunnen we dus niet meer langs. Nou ja, hè. Hoop, er ligt niemand onder, dus dan is het best. Oh, eentjes eronder? Nou, nee, maar die moet ook helemaal omlopen, zie je dat? Oh, ze moeten omlopen. Nou. Jongens, hoe voelen we ons? Ik voel me echt oprecht 15. Ik voel me echt 15. Omdat we een keertje uitgaan. Wat een idee. Zo, dat is behoorlijk wat oregano. Nee, dat is iets raar te krijgen. Oh, oké. Okay. Enthousiast. Even gezellig met de meiden eten. Helemaal leuk.
Zien we jou ook een keer zonder sportpakje eigenlijk? Dat is best leuk. Zie je, ze is best knap in het echt. Wij gaan zogenaamd voor de eerste keer weer een drankje doen. Het is 8 uur. Het is 8 uur. Vroeg pieken, zeggen ze dan. We doen ons best, maar hier staat een paal. Dat is even een probleem. Even een probleem. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe we dit gaan vinden, jongens. Ik ook. Misschien vinden we het wel helemaal ruk. Na 2 jaar voor het eerst. Na 12 uit, soort van. En is het 8 uur. Oké, nou, dit is dus de planning voor volgende week. Ziek drama, maar we gaan het zien. Helemaal janken. Morgen. Ik ging vanochtend naar de sportschool en ik had echt een misselijke dag vandaag. Soms heb je dat je wakker wordt en je denkt van, ik weet niet of het wat gaat worden. We gaan het in ieder geval proberen, maar dat ging op zich wel. Ik ben niet heel lang in de sportschool gebleven, want op een gegeven moment dacht ik echt van, ik ga maar richting huis, want er komt straks iemand even langs. Nee, ik riep niet. Oh. Goed, deze sluit ik maar. Sluit jij lekker je vlog af. Soms zou ik gewoon de hele dag mijn ogen willen dicht. Ja, mijn ogen zijn echt moe. En ik ben dus misselijk. Ja, proef gewoon naar water. Even snel een COVID-test met mezelf. Nee, ik ga straks even testen. Ik heb het sowieso niet. Want ik blijf testen. Ik test wel elke dag. Maar dat maakt verder ook niet uit. Alleen, you never know. You never know. The wanderer are the weird one not out. So, I ga gewoon even testen. En I go even check. En if I have no corona, then you are niks. If I have corona, then I come back to you guys. Maar ja, ik ga ook even gewoon eten, want ik heb alleen nog maar een banaan gegeten. Maar ja, dat vind ik ook zo typisch. Want je wordt misselijk van niet eten, maar als je misselijk bent, wil je niet eten. Zo van lichaam, wat wil je nou? Wat wil je? Maar ja, ik ga dus even wat eten maken. En daarna ga ik naar de uni. Ik heb radiologie, dat was gewoon natuurkunde. Ik haat natuurkunde. Dus ja, daar ben ik niet heel erg mee opgeschoten. Kijk, of mijn vriendinnen het snappen, dan komt het wel goed. En daarna heb ik een werkgroep over, dit is het blok psychiatrie wat we nu krijgen. Psychiatrie. Vandaag autisme, ADHD. En dat was het volgens mij. Dus, moraal van het verhaal. Lekker kort, 5 reten. Maar einde van de vlog. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag volgende week weer.